je hebt heel nauw contact met je medestudenten en ook met docenten die gekoppeld zijn aan de opleiding. Ja, dan heb je echt sparringspartners waarmee je je ervaringen kunt delen en hoe jij je maatschappelijk vraagstuk eigenlijk neer wilt zetten. Een toevoeging voor het volgen van een master is dat je echt wel een bijdrage kunt leveren aan je organisatie ter verbetering van welk proces dan ook. Daarmee word je ook wel als professional gestimuleerd om ook het professioneel leiderschap te verbeteren en te ontwikkelen eigenlijk. Ik heb daarin heel veel geleerd qua leiderschapsstijlen en dat is voor mij echt wel meerwaarde geweest voor het volgen van de master. Met name omdat het mij heel veel heeft geleerd om meer uit handen te geven en meer gebruik te maken van mijn collega's die een directe betrokkenheid hebben gehad in mijn onderzoek. Nou, ik heb eerst inderdaad heel lang getwijfeld om me in te schrijven voor de master, omdat het best wel pittig is en hoe ga ik dat allemaal combineren. Maar uiteindelijk heb ik toch doorgezet en de knoop doorgehakt. Ik ben overtuigd waar een wil is een weg, dus als je iets wilt, dan ga je er ook echt voor. Wat de master mij persoonlijk heeft bijgebracht, is dat ik een geduldiger mens ben geworden. En professioneel gezien kan ik beter afwegingen maken in mijn werk, dankzij de hand.